Dan het hotel waar je dan gebruik van mag maken, het Rixos Hotel. Dat is een zusteronderneming van Land of Legends. En dat is nog een standje luxer als waar wij dan zitten. Alleen zit er dan geen pretpark bij, maar het strand. En minder op kinderen gericht, denk ik, hè? Ja, ze hebben hier wel, wel een klein gedeelte voor kinderen, maar voor de rest is het niet echt voor kinderen. Nee. Ik ben ook gewoon dus zo. Nou. Oh, ja, dat is goed. Gisteren zijn we beneden. Waar zijn we nog gisteren? Wij zijn hier naar beneden gegaan. Ja. En dan ga je naar het strand. Ja. Nou, gaan we hier naar beneden. Ah, de flamenco's zijn er ook, Eden. Wauw. Het ruikt hier wel overal lekker, hè? Zo, Rixos Hotel. Ja, het ziet er allemaal netjes uit. Dit is korter. Dit is korter. Ja. Dit is geen zwembad, al lijkt het wel zo. Het is meer voor de decoratie. Winkels, winkels. Ik hou van winkels. Winkels, winkels, winkels. Winkels, winkels. Wel een hoop dure winkels hier. Echt. Heb je de kist gegeven? Nou, heel veel winkels. Maar voor Turkse begrippen, zeer, zeer prijzig hier. Nog meer winkels. Een klein winkelcentrumpje in het hotel. Hier, Moschino, Trossardi, IJsberg. Dit is dan het originele. Oh, we hebben een knipperlerie. Disco. Calvin Klein. Die is er ook. Het is hier wel donker, hè? Ja, energierekening. Veel niks brand hebben gelegd, stond er niet. Nee, dat vind ik wat ongezellig. Het is wel heel donker. Maar dit ziet er wel schattig uit. Oh ja, Jäger de Coutre. Kijken. En Gerard Perricot. Een van de duurste horlogemerken, Frank Müller's. Ja, Frank Müller. Volgens mij een horloge kan makkelijk richting de 80.000. Makkelijk. Nou, hier is het buffet. Daar kun je dus ook allemaal gebruik van maken als je all inclusive zit bij de Land of Legends. En dan hebben ze hier een hele wand met eten. Van alles nog wat. Drinken, alles zit erbij in. Allemaal heerlijke cocktails. Voor meer non-alcoholische cocktails. Heerlijk. Nou. Hier lopen we. Het staat een heerlijke bries. Het is nu 28 graden vandaag. Ik las dat het van de week 36 graden weer wordt. Nou, en we zitten al bijna bij 1 oktober. Nou, heerlijk. Dat is toch fantastisch, jongens. Je hebt hier nog zo lang mooi weer in Turkije. Nou, hier is helemaal top. Je ziet hier geen mondkapjes. Je ziet hier geen spastische mensen. Ik zie hier niet eens gesluierde mensen. Ik moet je eerlijk zeggen. Nou, zelfs de Turkse mensen die... niemand gesluierd. Alleen het enige wat gesluierd loopt, dat komt van een ander land. Het is hier helemaal veilig ook. Fijn. Als vrouw durf je hier ook gewoon alleen heen. De mensen zijn heel vriendelijk. En ja, gisteren sprak ik ook taxichauffeur. Die zei ook, ja, het is hier zo veilig omdat mensen hier heel sterk geloof in Allah hebben. Nou, dat is ook heel fijn. Ik hou ervan. Fijn. Hier heb je prachtige zwembaden met heerlijke bedden. Kijk eens, ik mag wel opletten waar ik loop. Dan lig ik zo in het water. Ik
daarachter is het strand. Er is een mooi watervalletje. Daarachter hebben ze nog wat voor kinderen. Op te kijken. Nou, gaan we hier eens even een heerlijk bedje zoeken. Nou, daar komt Lookalike aan. Oh, wat heerlijk. Zo'n mooie zee. Hij is niet heel helder, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij is warm. 28 graden is de zee. Het is gewoon heerlijk. Heel lang strand. Ah, we hebben bedjes gevonden. Helemaal top. Kijk, het hele ligt al klaar. We gaan even een beetje kleurtje krijgen vandaag. Heden is lekker aan het schilderen. Een speeltuin gedeelte van Rixos. En hier doen ze echt van alles voor kinderen. Ze hebben hier allerlei soorten mensen lopen om de kinderen te vermaken. Helemaal top. Heden gaat een pingpong spelletje doen. Lounge gedeelte van het Rixos Hotel. En het is heel erg fijn hier zo. Dus nou, zo ziet het eruit. Het is nog even lekker rustig, want het is 6:30 en we gaan zo meteen aanschuiven bij het buffet. Yay! En kijk eens wat mooi het uitzicht. Woehoehoe. En Heden zit even op zijn switch. Even buiten komen. Hey, je voet op de tafel, hè? Dat mag niet, Heden, in het restaurant. Hallo. Hey. Heden! Ja, de voeten van de tafel. Netjes opgevoed. Ja, Jan. Oh, wat een kleine boef heb ik hier. Ik moet hem eerst bij mijn partij gaan kietelen. Hé, dan haal die voeten van de tafel. Ja, zo gaat het al veel beter. Netjes van de tafel, heel snel. Want ik ga die voetjes gaan kietelen, hoor. Ik ga kietelen. Oh, rammen dat hij doet dan, hè. Kijk. Hallo, zijn we weer. Nou, we hebben zo'n superleuke dag. Heerlijk gegeten, heerlijk met de dolfijntjes gezwommen. Van allerlei soorten glijbanen afgegaan. Het is nu donderdag en zaterdag vliegen wij weer naar huis. Maar ja, het is helemaal leuk hier. Ja, Heden kan zijn wenkbrauw omhoog doen. Ja, kun je er ook eentje doen, Heden? Hé, hey, lukt er ook eentje? Grappig kind hebben we. Nou, dus. Heerlijk even, hè? Nou, rustig. Commando's geven. Ja. Yeah. Yeah. Ons hoofd bommetje maken. Hoi. Hoi. Dus dat vinden we heel leuk. Het is weer heerlijk weer. Het is vandaag 34 graden. Oh, wat een ramp. Hè? Wat een ramp toch, Heden? Nee. Echt niet. En dan hoor
ik thuis dat het regent en plenst. En ik denk, oh nee, we willen morgen niet meer terug. We moeten morgen naar huis. Geen zin. Ze hebben hier glijbanen, jongen. Echt niet normaal, hè? 40 glijbanen, hè? En ik heb er zin in. Kijk, laat het jullie zien, jongens. Er zitten me toch een partij stijlen tussen. Bas, ga jij even die stijlen af? Ga ik het filmen? Echt? Nou, dat willen we zien. Wil je nu al? Ja, we willen het allemaal zien. Ik ga er niet vanaf hoor. Dadelijk mijn bikini toppie boven mijn hoofd. Ik ga er niet vanaf. Dadelijk. Laten we eerst even gaan zwemmen. Nee, eerst even eraf. Papa gaat van die hele stuil glijbaan af. We willen kijken hoe die het vindt. Kijk dan hoe stijl het is, jongens. Let op. Oshimigoshi. En dit is de family slide, daar gaan we ook straks van. Wow, waar blijft die? Moet je kijken, jongens, moet je kijken. Dit is maar een klein gedeelte, hè? Hier aan de rechterkant heb je ook nog de, hoe heet dat ding? Zo'n hele grote, zo'n trechter. Een gigantische trechter. Je moet zo'n gigantische trechter. Ja, maar we gaan emmen en dan gaan we jullie die trechter laten zien. Dat gaan we doen. Omdat, man, waar is dat onder? Het golfslagbad is daar. Daar denk je met een tunnel. Zien jullie die glijbaan uit die tunnel komen? Daar. Uit die grot? Ja. Oh, kind erop. Daarnaast, daar zit ook zo'n rot. Daar moet je overheen lopen. En dan kom je een soort zwembad tegen waar je... We moeten wel in de gaten houden wanneer papa gaat. Want dan heb ik dadelijk alles gemist. Mag hij nog een keer? Dat is leuk. Maar gewoon zeggen dat we het gemist hebben en niet gefilmd hebben. Is dat een goed idee? Nee! Oh, geen goed idee? Oh. Oh my god, hij is aan de beurt. Hij komt op Aiden. Let op, hè. Hij neemt die hele steile. Niet die rechte, maar die in het midden. Duurt nog lang grote smurf. Hij durft niet, hè. Oh, hij neemt toch deze. En? Broek in mijn naad. Hè? Broek in mijn naad. Zit de broek in je naad? Oh. Nou, moet ik die andere ook nog even pakken dan? Ja, en hoe was het? Ja, gaat hard. En, is hij leuk? Ja, deze gaat harder dan die. Oh, echt? Ik dacht dat je die middelste zou nemen. Moet die ook nog even pakken? Ja, dat willen we allemaal zien. Zal ik die andere ook even snel doen? Deze harder? Ja, die gaat veel harder. Hij lijkt ook veel stijler. Hij maakt zo'n bocht. Ja, dan heb je echt het gevoel dat je loskomt zo, bij die bocht zo. Ja. En dan heb je niet het gevoel dat je blijft liggen zo. Ja, ja, ja. Spannend. Oh, ja. Maar het is leuk. Nee, dit is het nog niet. Hier kwam die. Gaan we zitten maken, hè? En? Ja, het is leuk hoor. Het is echt een grappige glijbaan hoor. Super grappig, weet je wel. We gaan eerst eventjes lekker zwemmen, hè? Even heerlijk zwemmen. Kom maar. Het is prachtig hier. Hey, dan gaat er al in. Ik kan niet meer wachten. Ja, het is echt mooi hoor. Dit is dan zeg maar het zwemgedeelte. Daarachter heb je dat in het zwarte ding, dat is ijskoud water. Ziet er ook heel leuk uit. Dus ja, je hebt hier zoveel te doen. Hier in de achter zie je al een achtbaan. Kijk. Achtbanen. Ik wil gewoon een duikje nemen. Het is er, mam. Gewoon duiken! Ik heb het gedaan op Wim Hof, hartstikke leuk op het moment, maar nu ineens toch. Gewoon duiken! 1, 2, 3, 2, 1, go!
Go. Nee, go nou. Go nu? Ja. Ja, ga nou. Ja, kom op. Nou, filmrolletje vol. Kom dan. Kom dan. Wat was dat? De beger. Goed zo. En nu? Oké. Nu ga ik de echte raceauto doen. Oké, ik ben benieuwd. Moeten jullie nou toch eens kijken? Wat een gigantische trechter, joh. Het houdt niet meer op. Het houdt niet meer op. Oh, shimigoshi. Kijk nou eens. Wat een joekeloeres ding, hè? Gaan we straks vanaf. Ha, ik ben er nog niet vanaf geweest. Ik ben toch zo benieuwd. Ik wil alleen stiekem filmen, want je moet zo'n headding hebben voor op je hoofd. Voor de GoPro. En die hebben we natuurlijk weer niet. Zijn we vergeten thuis. Heel slim. Dit is de Lazy River. En hier hebben ze het ook niet te koop. Dus ook niet handig. Dat is ook leuk. Hij is echt heel lazy. Hij is wel echt golfslagbad, dat wel. Maar de golven gaan zeg maar naar links en de stroming gaat naar rechts. Dus het is een beetje tegen draad en dat is juist wel grappig. En hier kan je dus heel erg lekker dobberen, 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 dobberen. Nou, 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 nou. Het is echt een gigantisch park. Ik ben blij dat het geen 55 graden hitte is. Want dan wil je hier echt niet lopen. Dan is het veel te heet. Maar ja, dan wil je echt alleen maar in het water blijven. Dan is elke trap die je moet zetten voor naar boven te komen te ver en te heet. Maar nou, hier zijn we dan. Dit is dus waar de family slide is en waar die grote family trechter slide is. En de family slide is ook erg leuk. Dat is deze hierboven, die aan de rechterkant. Die is helemaal open en je wordt er ook ondertussen afgeremd af en toe, omdat die anders te hard gaat. Maar hier kan je dus makkelijk ook met spiertjes vanaf. En kinderen moeten minimaal 1,20 meter zijn. Eigenlijk voor bijna alle glijbanen. Behalve de kinderglijbanen. Nou, dit is de trechter. Moeten jullie toch eens kijken. Wat een gigantisch ding. Oshimigoshi. Hij is echt heel cool. Gaat er nou nog iemand vanaf of zit het? Echt vet cool. Superleuk. Deze is ook echt heel erg leuk. Veel voor kinderen hoor, echt. Family slide. The big family slide. Afgeremd. Wow. En dan worden we nog een keer afgeremd. Dan gaan we. En there we go. Nou, dan loop je hier er weer uit. Ja, als je dus all-inclusief in het hotel zit, dan heb je niet alles all-inclusief in het waterpark en in het pretpark. Dus je kan bijvoorbeeld geen chips gratis krijgen, dat moet je dan extra betalen. Het is hier wel heel erg prijzig als je dus dingen extra moet betalen. Want een klein zakje chips kost al 5 euro. Een ijsje kost 5 euro. Dus ja, dat is best wel prijzig. Maar voor de rest alle drankjes en zoals cocktailtjes of allemaal dat soort dingen, dat is allemaal all inclusief. En je kan hier ook natuurlijk gewoon lunchen. Qua park en zo en qua hotel, qua hoe het eruit ziet, ja zeker een...
Een 9 geef ik het. Nog geen 10. Waarom? Ik vind het minder overzichtelijk. Dus je moet wel echt met je kind meelopen overal naartoe. Want het is zo groot en je hebt natuurlijk heel veel begroeiing. Dit is ook een hele leuke glijbaan, moet ik zeggen. Dit zit hier in een grot. En die zullen we ook straks proberen te filmen met de GoPro. Maar ja, moeten we een beetje stiekem doen, hè. Maar heel erg cool is deze ook. Heel een vet, hè, deze? Ja. Gaan we. Hoppa. Waarom het onoverzichtelijk is, ja, je hebt enorm veel begroeiingen. Dit is dus het golfslagbad. Je ziet, het zijn allemaal aparte gedeeltes. Al die glijbanen zijn aparte gedeeltes. Er wordt er continu omgeroepen, supervise your children. Dus hou je kinderen allemaal in de gaten. Ze hebben overal lifeguards, hoor. Dus het is heel goed geregeld wat dat betreft. Maar omdat het zo groot is, kan je makkelijk je kind ook kwijtraken. Ze kunnen natuurlijk niet op alle kinderen letten. En je kan dus makkelijk je kwijtraken, dat moet ik wel echt zeggen. We lopen gewoon de hele dag met hem overal mee naartoe. Je hebt dus niet echt rust. Als je voor een rustvakantie komt, dan zit er wel dus dat hotel bij Rixos. Daar kan je daar gebruik van maken. En nou vind ik ook dat het wel meevalt qua muziek de laatste tijd. Want wij hebben echt de eerste paar dagen echt super zitten klagen. Echte Nederlanders, hè. Maar de muziek stond zo hard. Zo hard. Het was echt abnormaal. Je moest schreeuwen om elkaar te kunnen verstaan. Dus dat vond ik ook niet echt wat. En nu staat hij gewoon op een normale volume. Hoeft namelijk geen gehoorbeschadiging op te lopen. Als kinderen om hun moeder roepen, dan hoor je ze niet eens met die harde muziek. Nou, dit is dus een van de leuke barretjes waar je dus lekkere dingetjes kan halen. Slush is ook apart, daar moet je ook extra voor betalen. Chips, popcorn, nootjes, lollies, allemaal dat soort dingen. Extra betalen. IJs, schepijs moet je extra voor betalen. Behalve soft ijs. Dat is dan wel gratis. Nou, hier heb je ook van die cabana's die je dan kan huren. Hier hebben we dus kinderglijbanen. En volgens mij, voor de meeste moet je ook 1,20 meter zijn hier zo. Allerlei soorten kinderglijbanen. Erg leuk. Ze zijn niet altijd allemaal open omdat ze personeelstekort hebben. Gaan we weer naar een ander gedeelte. Deze is ook erg leuk. Die ga je dus ook met bootjes er vanaf. En hierboven kun je ook gewoon zien hoeveel wachttijd. Nou, het is niet gigantisch druk in het park. Dus 15 minuten is al lang hier zo. Want je bent zo overal eigenlijk. Je bent er zo doorheen.
Nou, kijk, hier heb je allemaal van die leuke bootjes. Het is weer een ander gedeelte met 4 verschillende glijbanen. In totaal zijn er 40 glijbanen, mensen. Hier zit een hele coole trechter bovenop. Het is hier allemaal erg schoon, dat vind ik ook erg fijn. Kijk hoe leuk het eruit ziet met die rotsen. Nou, dan lopen we dat pad dus weer terug. En dan gaan we naar links. Onze zeehondjes. Echt pretparkbeleving. Erg leuk. Schuiven we deze kant op. Dit bordje kan je dan zien waar je naartoe loopt. Nou, soms weet je het nog niet hoor. Je verdwaalt hier echt makkelijk. Hier kun je dus flowrider. Hier kan je dan flowriden. Nou, dat is een soort van surfen. Nou, dat heb je ook bij Centerparks. Hier kost het iets tussen de 30 en 40 euro, geloof ik. En dan kan je 20 minuutjes of een half uurtje, of volgens mij een kwartiertje, weet ik veel, kan je leren surfen. En... nou, volgens mij was het in Centerpark 17,50 euro of zo. Ik weet niet meer, maar in ieder geval een stuk goedkoper dan hier. Dus, nou, dan weet je dat. Hier is dus het restaurant. Waar je all inclusief kan eten. Nou, wat hebben ze? Ja, patatjes, gehaktballetjes. Hoe heet het? Een kebab en een deuner ding. Zo'n wrappy. Nou, voor de vegetariër niet heel veel. Moet ik zeggen, je kan hier een pizza margarita eten, je kan hier een salade eten, je kan hier rijst eten, volgens mij zag ik iets van kaasballetjes en noedeltjes hebben ze af en toe en die waren wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Maar de rest, ja, ja, niet heel veel soeps, maar goed, als je trek hebt, is er in ieder geval een bite. Dit is het spreepark. Spreepark en in deze watertjes is eigenlijk decoratiewater en daar mag je dus niet in zwemmen. Toch doet natuurlijk iedereen het. Want ja, waar water is, dat trekt kinderen. Dat trekt volk. Hier staat het duidelijk op, niet zwemmen, no swimming. En ja, toch zit daar iedereen natuurlijk in. Het is ook een beetje dommer gemaakt. Ik vind als je wilt dat er niemand in zwemt, dan moet je er een hekje of zo omheen maken. Of gewoon begroeiing of zo. Doe er gras. En dat is het beste. Zie je als een spreepark. Dan gaan we naar het volgende park. Hier heb je het park voor de kleine kindjes. En dat is erg leuk. Hier heb je de kleine glijbaantjes. En daar mag je als volwassene niet af. Het is alleen voor de kindjes. Dat ziet er ook allemaal leuk uit. Nou, dat grote gebouw hierboven, dat is dus het dolfinarium. Hier doen ze dus de dolfijnenshows. En hier linksaf, dus hier rechtsaf, ga je weer het zwempark in. En hier linksaf ga je dus het pretpark in. Nou, gaan kijken hoe ver we komen. Dan kunnen jullie het pretpark zien, wat jullie ervan vinden. Hier kun je dus een 5D cinema of zo beleven. Fifth Dimension. Daar zijn we nog niet in geweest. Nou, hier heb je 8 banen.
Deze gaat door het water heen. Hoe cool is dat? Zijn we nog niet in geweest, want toen wij erin wilden, toen was er onderhoud of zo. Ja, maar ik wil dat. Dan word je omhoog getakeld. Waar is mama? Watch out, where is mommy? Where? Oh, over there. Hayden, goed dat mama schiet, hè? I'm fine. What are you doing? Shoot, shoot! Hier heb ik jullie dus net het hele waterpark laten zien van The Land of Legends. Ja, wat heb ik hier allemaal vertellen over dit prachtige waterpark? Nou, het waterpark is natuurlijk superleuk. Het is zeer schoon. Heel erg fijn. Het is niet overzichtelijk, dat moet ik er wel bij vertellen. Dus als je kleine kinderen hebt, moet je ze echt absoluut in de gaten houden. En dat wordt ook elke dag opgeroepen, de hele dag door eigenlijk. Supervise your children. En waarom? Omdat het natuurlijk heel erg groot is. Het is heel uitgebreid. Het zijn allemaal eilandjes, dus je kan je kinderen niet van ver of in de gaten houden. Er is heel veel met water natuurlijk, dus kleine kinderen heb je niet kunnen zwemmen, absoluut in de gaten houden. En daar zijn heel veel ouders niet goed in, want er zijn al, nou ik denk op één dag hebben we al 4 kindjes aangetroffen die hun ouders kwijt waren. Dus dat, dat mag voor de ouders beter, vind ik nogal aan de gevaarlijke kant, want je raakt elkaar hier echt absoluut kwijt. Wij lopen natuurlijk de hele dag achter die kleine aan van ons. Heb je grotere kinderen is het natuurlijk wat makkelijker. Die weten ongeveer wel waar je ligt. En ze kunnen ook praten, dat is ook belangrijk. Wil je een dagticket bijvoorbeeld? Zit je niet in het hotel en maak je dus niet van all-inclusive gebruik? Dan kan je best hier een dagticket hier naartoe toe boeken. Dat kan ook gewoon. Dat kost €69 volgens mij. Moet ik even goed checken, maar zoiets. En dan kun je dus van het waterpark en van het themepark gebruik maken. Dan heb je... Dat je ook gratis gebruik kan maken van de drankjes en buffet wat ze hier hebben. Nou, qua buffet vind ik dat ze niet heel veel hebben voor de vegetariër. Ook het avondeten valt enorm tegen. Het avondeten is bijna elke dag wel hetzelfde. Voor de vegetariër hebben ze niet heel veel, tenzij je elke dag sla wil eten. Nou, wij houden natuurlijk ook van warm eten. Ik hou zelfs van in de ochtend in warm eten. In Dubai bijvoorbeeld hadden ze echt zoveel lekker vegetarisch eten. Dat is niet normaal. Komt ook omdat India daar heel vlakbij zit en heel veel Indiase mensen zijn natuurlijk vegetarisch. Nou, hier hebben ze niet echt veel vegetarisch. Ik moet zeggen, in het andere hotel wat we vorige keer zaten, heel veel vegetarisch. En hier valt het enorm tegen. En je moet echt flink klagen, want anders doen ze er echt helemaal geen ene moer aan. Ik vind dat slechte service, moet ik zeggen. Want je betaalt echt heel veel geld om in dit hotel te zitten, all inclusive, met alles erop en eraan. En ze willen eigenlijk je niet echt tegemoet komen als je ergens om klaagt. Van hallo, kunnen we ook vegetarisch eten krijgen bijvoorbeeld? Ja, moeilijk, nee, is niet mogelijk, bla bla bla. En dan gaan ze opnoemen wat ze vanavond te eten hebben als vegetariër. En daar moet je het dan maar mee doen. Ik zeg, nee, daar gaan we niet mee akkoord. Wij willen dat er eten gemaakt wordt wat wij ook lekker vinden. Want daar betalen we ook voor. Nou, à la carte restaurants zijn dus ook niet inclusief. Daar moet je dus ook extra voor betalen. Dat is allemaal apart en die zijn heel erg prijzig. Nou is dat niet erg als je het ervoor over hebt. Maar ja, elke dag à la carte is ook niet waarom je all inclusive geboekt hebt voor een hotel. Want dan had je wel bijvoorbeeld ochtend en avondeten of half pension of alleen ontbijt bij het hotel genomen. Is misschien een betere optie voor hier. Ook voor de vleeseters heb ik ook mensen gehoord die dus... het eten ook niet echt goed vonden in dit hotel, omdat het toch elke dag hetzelfde opgediend wordt. Nou, dat is natuurlijk wel jammer. Als je op vakantie gaat, dan wil je ook wat variatie in je voedsel. Dat vind je lekker, toch? Want dan
krijg je eindelijk dat wat je thuis niet krijgt. We zitten in Belek, in de Land of Legends. Belek is heel mooi. Er is alleen weinig te doen, vind ik zelf, buiten dit hotel om. Dus je moet echt een beetje, ja, zit je een beetje aan je resort geplakt. Het is vooral veel golf hier zo en heel veel ultra all-inclusive hotels. Nou is dat natuurlijk niet verkeerd, want het zijn hele mooie hotels ook. Alleen er is, ja, alles is heel erg prijzig, omdat ze weten dat er toch wel heel veel mensen zijn die wat te besteden hebben. En daar maken ze heel flink gebruik van. Dat vind ik jammer, had niet gehoeven. Want ja, bijvoorbeeld al een taxi ben je makkelijk 50 euro kwijt. Alleen maar een enkele reis, als je bijvoorbeeld naar Antalya wil, dat is 50, of dat 30 minuutjes verderop is. En nou, dan ben je dus 100 euro kwijt voor een retourtje. Nou, bijvoorbeeld, ik neem eventjes een vergelijking. Dubai, wat ook heel duur is. Alhoewel, het is helemaal niet duur daar, maar het oogt heel erg rijk en duur. Maar de taxis, nou, daar betaal je echt geen drol voor. Voor een tientje ben je aan de andere kant, ben je een half uur verderop. Zeg 20 euro retour of zo. Nou, dat is geen geld. Ik bedoel, dat kan daar wel. En hier had het eigenlijk ook wel gehoord, want dat ben je toch wel gewend van Turkije. Dat er gewoon normale prijzen gehanteerd worden. Nou, ja, Nederland hoeft er helemaal niet over te praten. Dat is natuurlijk hartstikke duur. Dan betaal je al 30 euro als je de taxi instapt. Maar goed, dat zijn we van Turkije niet gewend, hè? Dus dat is Belek. Ook de winkeltjes zijn hier prijzig. Vooral bijvoorbeeld als je hier voor leuke namaak of zo gaat. Of voor echte winkeltjes. Dat maakt niet uit. Als je winkels met echte merken doet, dan heb je hier dus echt wel dubbele wat je ook betaalt in Belek. Je hebt hier bijvoorbeeld, en ook wel import natuurlijk vanuit Europa. Dus als je, ik zeg maar even wat, een PlayStation of zo wilt kopen, dan betaal je hier 1000 euro. En in Nederland ongeveer 750 euro volgens mij. Dus het scheelt best wel veel geld. Volgens mij 1100 euro of zo'n PlayStation hier wat ik zag. En daar moet je dus ook op letten als je iets vanuit Europa hier wilt kopen. Is dat hier ook wel prijzig? Ja, de namaakwinkeltjes vragen hier ook echt flink de hoofdprijs. In het vorige hotel waar we zaten in Side. Ja, daar heb je echt heel veel leuke winkeltjes. Je stapt het hotel uit en allemaal leuke winkeltjes. En ja, daar had je bijvoorbeeld voor een paar Nike's, die kocht ik daar. Natuurlijk namaak, 5 euro. Dat kan je hier echt niet vinden. Hier de namaak gympies betaal je hier zo makkelijk 90 euro. Daar vragen ze er gewoon voor. En dan moet je wel heel veel zoeken en zoeken en zoeken. Dat je dan een winkeltje tegenkomt die dan zegt, oké, 25 euro. En nou, we maken bijna ruzie met je als je zegt, nou, is veel te duur. Nou ja, dat maakt dan niet uit. Dus je gunt het ze ook natuurlijk. Maar je moet niet overdrijven, hè? Nou, een retourtje dus naar Antalya is dus 100 euro. Nou, als je hier dus ook gebruik maakt van taxihotels. Want die hotels en taxi die vragen dus heel veel meer geld. Dan dat je eventjes ja, naar buiten gaat en daar een taxi opsnort of zo. Nou, die vragen bijvoorbeeld 30 euro een enkeltje. Nou, dat scheelt natuurlijk al een hoop geld. Dat is toch 40 euro heen en terug. Wat je al bespaart. Ja, verder is het hotel adembenemend mooi. Het is super groot. Je hebt heel veel te doen voor kinderen. Heel erg gewoon kinderen ook meegedacht. Ook de televisieprogramma's hier zo. Bijvoorbeeld bijna alleen maar kinderzenders. Heel erg leuk. Een PlayStation op je kamer. Daar moet je nog wel bij de receptie dus vragen dat je dus joysticks erbij krijgt. Ik weet eigenlijk niet of het extra is. Dat hebben wij namelijk niet gedaan. Je kan beneden namelijk Kids Room kan je ook PlayStation spelen. Allerlei soorten spelletjes hebben ze daar. Gratis gebruik van mag maken. Wat ik minder overzichtelijk vind is ze hebben niet echt een leuke animatie. Ergens waar je je kinderen heen kan brengen, zeg maar. Dat ze lekker je kinderen bezighouden. Dat hebben ze dus alleen maar bij het Rixos Hotel, waar het strand bij zit. Hier hebben ze dat niet echt. Dus ook in de avond niet hebben ze wel grote shows. Je moet een beetje denken aan Disneyland, zoiets. Of Las Vegas met die waterfonteinen. Dat hebben ze hier wel heel mooi. Dus wel weer heel anders. Ook leuk, daar kies je ook voor. Een keer een heel ander soort hotel. Ja, ik zou gewoon aanraden hier een hotel in de buurt bijvoorbeeld te nemen. En gewoon een dagje of een keer een dagje hier naartoe te reizen. Als je bijvoorbeeld in Side zit of in Antalya een hotel of in Lara. Dan kan je hier best een dagje heen. Dat is hartstikke leuk. Dan vermaak je ook, kijk je ogen uit. En ja, het hotel zelf. Ik zeg, ik ben heel erg van, het moet lekker bed zijn. Nou, het bed is heel goed. Gehoorige kamers. Ja, er zijn wel wat gehoorige kamers. Ik bedoel, je hoort de mensen gewoon naast je, hoor je praten. Jammer. Minpuntje. Als de mensen dus roken, dan komt er tussen de kiertjes van, ja, je hebt zo'n deur, zeg maar zo'n tussendeur in je kamer. Komt er rook een beetje tussendoor onder vandaan. Nou, ik heb een hekel aan sigaretten en ik krijg echt de hoesteritis en de keelpijn ervan. Ik vind het zo vies. Maar
Sorry voor de mensen die wel roken, maar ja, je kiest gewoon voor een schone, ruikende kamer. En dat is een beetje jammer. Airco vindt het niet super goed doen. Ook al over geklaagd, maar ja, kunnen ze zogenaamd niks aan doen. Ze zeggen hij doet het. Ja, oké dan. Ja en nee, je spelletje zit dan. Andere kamer hebben we al gekregen. Zelfde verhaal, ruikt wel wat frisser. Maar ja, gaan er weer mensen naast je zitten die wel roken, dan heb je dus weer hetzelfde gebeurd. Ja, tot 12 uur 's avonds gaat hier de muziek door in het hotelkamer. Dus heb je kleine kindjes, hou daar rekening mee dat je dus een kamer misschien toch aan de landkant hebt. Dus dat je landschap ziet en niet een kamer waar heel veel muziek en luidruchtigheid is. Wij zitten bijvoorbeeld boven een bar en ook bij de fonteinen, dat hebben jullie wel gezien op de films. Nou ja, kijk, ik heb geen last van lawaai, ik vind het lekker, ik ben op kermis grootgebracht, ik vind het gezellig. Maar heb je kleine kindjes, ja, dan is het echt wel luid. Doe je de serre deur dicht, ja, dan heb je veel minder last. Maar als die airco dus niet heel goed doet, dan wil je ook ergens frisse lucht. Dus dan is het wel heel luid. En dat kan wel tot 2 uur 's nachts doorgaan. Hygiëne, ja, het is heel schoon. Bedjes worden elke dag mooi opgemaakt. Je krijgt nieuwe, schone handdoeken. Heel erg fijn. Dat was het eigenlijk een beetje. En verder, ja, vond ik het leuk. Is voor herhaling vatbaar? Nee, ik zou hier niet voor de tweede keer heen gaan. Waarom niet? Omdat ik vind dat Belek eigenlijk een beetje te ver overal vandaan is. Ik hou ervan om 's avonds nog even lekker gaan winkelen. Dan kan je hier natuurlijk wel in die winkelstraat die hier zitten winkelen. Maar ja, die winkels heb je eigenlijk ook in Nederland. En ze zijn super duur. Eigenlijk overdreven duur. Dus ja, daar moet je zin in hebben. Park, ja, ik zou gewoon aanraden. Kom hier een dagje heen. Hartstikke leuk. Kinderen kijken hun ogen uit. Je kunt ook in ontbijtzalen. Hele harde muziek. We hebben om zitten klagen. Is wel zachter geworden, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel beter. Je kan elkaar nu verstaan. Maar echt hele harde zenuwenmuziek, zeg maar. En dan heb je Mars en de Beer. Heel leuk. Heel leuk als je van Mars en de Beer houdt. Heel veel kinderen houden daar wel van. Ik vind het een heel irritant meisje, Marsha. Maar, en dan heb je dan dat soort muziek, weet je. Wat je op YouTube Kids ook de hele dag hoort. Oké. Daar moet je van houden als je 's ochtends wakker wordt. Je hebt natuurlijk ook geboekt een kinderhotel. Maar je wist niet dat het zo luid was. Vriendelijkheid. Ik vind de mensen in Turkije, althans wat ik nu heb meegemaakt, enorm vriendelijk. Ik vind ze heel erg aardig. Heel veel veiligheid ook. Je voelt je als vrouw veilig. Ik ben niet lastig gevallen. Heel erg fijn. Dat was in Egypte echt wel heel anders. Ik zou daar echt als meisje zijn en met blond haar zeker niet. Maar het maakt niet uit, denk ik, als vrouw. Zelfs kinderen waren daar niet veilig. En daar zou ik als vrouw zijn er niet alleen heen gaan. Maar hier in Turkije makkelijk. Ik vind ze heel behulpzaam. Hier in Belek, ja, wat ik zeg, is andere mentaliteit. Ik denk echt, soms wil ik het niet zeggen, maar het lijkt wel hoe duurder, hoe zuurder of zo. Mensen zijn wat arroganter. Moeilijker, lastiger. Natuurlijk alles proberen eruit te halen. Ze denken, hey, die zijn rijk of die hebben geld. Nou, dan willen ze daar een slaatje uitslaan. Nou, dat is natuurlijk minder leuk, vind ik. Nee, ik ben er gewoon oprecht en eerlijk over. Ook het publiek is hier wat stijver, arroganter, minder pratende dan ander soort prijsklasse, zeg maar. Nou, het hotel zelf, mensen heel vriendelijk, behalve receptie. Als je dus iets hebt, dan zijn ze dus niet echt heel erg behulpzaam of zo. Of ze denken, nou ja, whatever, voor hun weten die anderen of zo. Nou, dit hotel bestaat nog niet zo heel lang, volgens mij 2016. En het is hier wel steeds dagelijks uitgeboekt, maar ik denk als het zo doorgaat, dat mensen niet voor een tweede keer hier snel weer teruggaan. Als de service niet wat beter gaat, zeg maar. Fantastische vakantie, kan niet anders zeggen. Heerlijk weer, elke dag 30 graden. We hebben met de dolfijnen gezwommen. Fantastisch, superleuk, superlieve diertjes. Dus Turkije, I love you. En we gaan op naar de volgende vakantie. En daar ga ik jullie ook weer alles over reviewen. Doei, dikke kus en heel veel liefs voor jullie. Ik hou van jullie. Doei. Zo, het is onze dag om weer naar huis te gaan. En we hebben daar ook weer zin in. Yay! Ja, naar huis te gaan. Heden is ook blij. Yay!